Welkom, dames en heren, bij een gloednieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Dit keer zijn we natuurlijk in Disney Unique, het Park voor jong en oud. En waar we nu gaan werken aan een waterachtbaan in het gebied van de haven. Nou, vorige keer heb ik wat dingetjes weggehaald. En nu gaan we dus volledig focussen op die achtbaan. Nieuwe attractie. Lekker overhyped, dat mag ook wel. En uh, ja, ik weet nog geen idee wat we moeten gaan doen. Maar we gaan dingen afwerken zodat de achtbaan er wat mooier uitzien dan dat het nu al uh, is, zeg maar. Um, qua omgeving. Dus we gaan werken aan dit huisje. Dat dacht ik eerst, daar gaan we mee beginnen. Dit is een huisje waar je doorheen ging. En zoals je ziet, is het helemaal open. Ramen staan hier en daar, uh, half erin. We moeten gewoon dingetjes even opschonen. En dat moet er allemaal wat beter uitzien. Ik zie zelfs een tafeltje staan, hartstikke leuk. Maar die zijkanten, als ik even het goed laat zien aan jullie, dan is dat allemaal open. Zie je het? Dus we moeten een soort van dat dichtmaken, zodat het wat mooier eruit ziet. Mocht je opgetakeld worden in dat huisje, dat het niet zo half afgewerkt eruit ziet. En dat was natuurlijk wel bij de plonsboot het geval. Ik, heb gewoon, ik was gewoon een beetje lui, ik heb dat nooit echt afgewerkt. Dus we gaan eens kijken naar de goede set. En ik denk dat ik weer Shy Guy's uh, Catfish Cove ga gebruiken. En dan gaan we gewoon dingen proberen af te werken, want dat is veel beter. Catfish Cove, waar sta hij verstopt? Uh, een beetje onderaan in het midden, geloof ik. Tussen de Main Street en. Het, uh, ja, hier zo, tussen de village, Alpha Village. Uh, en dan gaan we in ieder geval een, uh, een soort van grond toevoegen. Dus een floor. Dat moeten we sowieso doen. En ik zie dat af en toe ook uh, dingetjes missen. Zoals een dakje. Maar dat fixen we allemaal en dat komt allemaal wel goed. Zo. Kijk, ik maak even wat plateautjes. Zo. Uh, even kijken, moet ik het wel goed doen? Oh, ik verwijder weer wat. Ik weet niet wat het was. Maar in ieder geval, uh, ja, goed. Even kijken hoor. Dat zijn plateauotjes. Ik moet goed kijken want we zo de zijkant moeten we dichtmaken. En dat doen we denk ik met steen of met houten wanden. En misschien dat de steen er wel leuk uitziet, maar ik denk dat de wanden er mooier uitzien. De wall als we die een soort van iets van donkerbruin geven, een beetje dat soort bruin. Dan gaan we eens kijken als we dit omhoog gooien, hoe we dat in vredesnaam gaan doen. Even kijken als ik nou dit doe. Dan hebben wij al onze zijkant bedekt. En als we dan dat omhoog maken, ik heb heel weinig zicht op wat ik aan het doen ben. Omdat het natuurlijk helemaal een gebouw is. Maar dat komt wel goed. Want uh, ja, geen probleem. Het komt allemaal in orde. Dat is altijd zo. Kijk, als we dit nou eens dichtgooien. Kijk, doen we een plaat, een plaat en een plaat. Nu weet ik zeker dat je nergens meer raar kan kijken. Doen we dat ook aan de andere kant? Zo, een plaat op een plaat op een plaat. Zo. Ik denk dat die hele muur een soort van opgevuld is, inderdaad. En dan gaan we ook aan de andere kant doen. Dus ik moet even goed kijken hoe en wat we gaan doen. Klik. En dan moet ik denk ik even hem draaien, anders komt het niet goed en ziet het er niet mooi uit. Uh, even. Oh, dit is lastig, hè? Dit is zeker lastig. Laten we het weer aan deze kant doen. Net als eerst. Dus uh, even kijken, hoor. Dan staat hij hier de muur. Dan doen we hem hier opvullen. Daar en nog een eronder. Zo. En dan doen we daarnaast doen we even dit weghalen. Stiekem. Zo, en doen we, daarnaast doen we dan nog een muurtje als het kan. Even kijken hoor. Het is zo... Oh, dit is zo lastig. Even kijken hoor. Zo, zo en wat naar onder nog. Even kijken, zoiets daar. Oké, okay, ik denk dat het nu een soort van wat mooier eruit ziet. Omdat die zijkanten zijn opgevuld. Nou moet ik een soort van schuin stuk hebben. Dus het liefst een soort van trap. Of het loopt een soort van schuin naar boven. Dan kan ik kiezen om een soort van uh, dak te maken. En dat dak kan ik erop gooien. Meestal doe ik dat als oplossing. Is misschien wat goedkopere oplossing. Maar uh, in ieder geval beter een oplossing dan helemaal niks. Dus als ik nou dit zwart maak. En we doen een soort van. Uh, een, een... Kijk, we doen dit. Moet ik het wel goed doen? Ik begin wel weer vanaf deze kant. Zo. En ik maak dat op de manier van. Zo. Dan weet ik zeker dat dat er heel vet uitziet dadelijk. Althans, dat, dat is de bedoeling uiteindelijk. Hè? We zijn er niet voor niets mooi aan het bouwen en dan moet ik hem hier op midden krijgen. Hoe weet ik nou hoe dat grens aan dat andere dak? Ik denk dit. Ja. En dan is het denk ik klaar. Ik hoop het. Ik hoop dat mensen hun hoofd niet stoten. Het is een beetje krap. Ik kan het beste nu een free look mode gaan gebruiken. Maar ik ben even eigenwijs. Ik wil gewoon even kijken hoe dat eruit ziet. Maar op zich ben ik hier wat tevreden over. Als je hier dadelijk uh, door, het je door dat tunneltje gaat, ziet er beter uit dan eerst. Dus dat is belangrijker. Oké. Okay. Laten we beginnen met de achtbaan bouwen. Uh, ik wil eigenlijk nog geen station maken, maar wat ik wel in gedachten had, is dat waar je nu als ik uitzoom dit pad ziet, dus wat ik nu ga selecteren voor jullie om te laten zien, uh, hier zo, waar het pijltje gaat, uh, daar loopt een pad. En ik had hier al wat weggehaald, dus laten we dit soort een soort van aansluiten met dit: dat mensen in ieder geval om deze attractie in te gaan, dat ze via. Dit poortje, dus dit kunnen we even slopen. Dat ze hier in ieder geval uh, naar de ingang gaan van die waterachtbaan. Dat is tof. Dat dit ook aansluit met het hele thema. En dan kunnen we in ieder geval hier een beetje in de buurt. Kunnen we dan uh, de ingang maken. Dat mensen helemaal langs die zijkant lopen. Ik denk dat dat heel vet is. Dan kunnen we ook uh, deze muur even weghalen. Zo, dat we wat overzicht krijgen. Goed. Um, we gaan kiezen voor de waterachtbaan. Spannend hè. Spannend. Oh, dat is er spannend. Even kijken, de waterachtbaan. En het lijkt me tof om eigenlijk de optakeling eerst te doen. Een beetje raar, want meestal doe ik dat nooit. Maar in ieder geval om eventjes een indruk te krijgen van hoe gaan we die layout dan precies doen. Ik moet hem even draaien. Dus ik sloop hem even en ik draai hem even met twee keer zet. Uh, even kijken hoor, ja daar moet hij omhoog. Dus als we zoiets hebben als dit, dan laat ik hem even optakelen. En dan gaan we eens kijken hoe en wat, hoe dat er dan uiteindelijk uitziet. En waar we moeten beginnen met optakelen. Even kijken hoor, dit moet dan zo gaan. En dan moet dit een soort van iets hoger liggen, zoals je ziet. Maar het idee is natuurlijk al heel tof. Je ziet het al, hè. Oké, okay, we moeten hem iets eerder opgetakeld krijgen. Ik weet niet. Vanaf hier misschien. Wacht, laat ik hem hier al. God weer verkeerde kant. Uh, zo. Even kijken. Als ik hem een soort van uh, hier naar voren laat gaan. En nu een soort van naar boven toe. Ik ga eens kijken hoe dat eruit ziet, hè. Of hij het dan wel haalt. Oh, spannend. Gaat hij door. Hij gaat net over het dak heen. Zie je het? We hadden hem, ik weet niet of we hem eentje naar onder moeten laten gaan. Nee, dit gaat perfect. En dan moet, als het goed is, moet hij dan hier er weer uitkomen. Ik weet niet hoe dat eruit ziet. Het ziet er echt heel tof uit. Oh, dit is gaaf. Die ondersteuning wil ik niet eens meer hebben. Die ga ik gewoon weghalen. Ja, ik vind het gewoon. Dat hoort er niet bij. We kunnen later natuurlijk wel ondersteuning toevoegen. Maar die lelijke palen halen we gewoon weg. Ik denk dat een de hoop mensen nu in de handen klappen van. Jee, hey, vind ze al die palen weg? Hoe cool is dat? Zo? Dat je hier uitkomt uit dat huisje. Hoe cool. Ziet dit eruit. Ik vind het fantastisch. Ik ben echt heel enthousiast over dit soort dingen. Uh, hij is niet heel hoog. Dat betekent dat hij ook niet heel snel gaat. Uh, we hadden een idee om hier uit te komen bij dit meer. Wil ik niet. Ik wil het hier laten uitkomen. Dus we laten de achtbaan misschien een beetje. Ja, hoe laten we hem gaan, eigenlijk? Als ik dit hoekhuisje weghaal. Dan hebben we wat meer overzicht. Dan kunnen we wat meer natuur maken. Dus ik denk dat dit hoekhuisje sowieso weggaat. Uh, ja, laten we dat eerst eens even doen. Ja, we slopen een aantal dingen. Maar het komt wel weer wat moois voor in de plaats. En uh, ja, dit hoekhuisje maak het uit joh. Het is een groot huisje. Het is een mainstreethuisje. En daar had ik ook wat winkeltjes in gedaan. Maar dat geeft niet. Het komt allemaal wel weer goed. Ik ben echt heel enthousiast over deze attractie. weet je dat? Als dat een beetje mooi aangekleed is, dan wordt dat echt een hele toffe achtbaan. Het geeft me altijd zo'n goed gevoel als ik dingen weghaal. Aan de ene kant vind ik het altijd wel zonde. En dan, ja, ik denk dat jullie dat ook wel hebben. Maar aan de andere kant dan denk je van. Ja, je bent wel van plan om zeg maar, iets, iets mooiers neer te zetten dan dat er nu staat. En ik vind het sowieso heel tof, dat is ook een beetje Minecraft zo, dat we dan mooie dingen weghalen... ...maar dan eigenlijk weten, al achteraf weten, dat er gewoon wat heel vets voor in de plaats komt. En zoals je ziet is het gewoon het weghalen van zo'n gebouw, uh, toont veel meer ja, omgeving... Dus het is, je kan wat breder bouwen, maar je kan ook wat dingen meer benutten. Zodat dat we wat meer plekken hebben voor de achtbaan. Want uh, we willen hier dan een beetje de achtbaan gaan plaatsen in dat gebied. Dat mensen zeg maar vanaf het pad kunnen kijken naar die achtbaan. En uh, daarvoor moet je gewoon wat dingen slopen, af en toe. En uh, nou ja, de, de bloemetjes staan er al, dus dat scheelt. Ik heb er een paar weggehaald, niet te veel. Gewoon af en toe even je prullenbakje klikken. Er staan er toch 2000 over elkaar heen gebouwd. Dus uh, dat geeft dan ook niet. Voor mij is het huisje een soort van weggehaald. Het na, dus nu dat ik een half huisje zie. Dus dat moet ik dan weer een soort van afwerken. Uh, in het gebouw. Of wat ik ook kan doen. Is even een gebouwtje plaatsen bij het prullenbakje. Dat dat aansluit met elkaar. Dat kan ik ook gaan doen. Ik denk dat dat nog beter is. Dan dat ik nu uh, dat huisje verder probeer af te maken. Dus dan gaan we dat gewoon laten doen. In ieder geval we gaan ons nu focussen op de achtbaan. Er lopen wat mensen daar op het pad. Dus dan wacht ik even tot die netjes weer op het uh, normale pad gaan. Uh, we gaan even... ...de omgeving wat groener maken. Dat doe ik meestal met wat bloemetjes. Dat ziet altijd wat mooier uit, die bloemetjes ondergrond. En zoals je ziet... Uh, ...hebben mensen wat meer ruimte als ik hier een bocht maak. Laten we dat eens doen. Een bochtje. Uh, even kijken. Dan pakken we even de hekjes van... Uh, ...Brijntje natuurlijk weer. En dan moeten we een rondje maken. Dan moeten we kijken of de kleuren ook kloppen. Ik zou denk ik een curve 2.5 of een 2.0. Uh, ik denk dat dit ook wel heel tof oogt. En ja, dan heb je op zich al genoeg plek. De kleuren kloppen niet... Dus we moeten even een soort van de kleuren weer laten kloppen. Dus dat is volgens mij een soort van eh, wat hebben we voor kleur gebruikt? Roze. Dat zijn die palen. Uh, even kijken. hoor. Dit is dan blauw. Dat is uh, dat zijn die. Nee, die, die, die soort van paaltje en bruin. En de rest is blauw. Kijk. En als het goed is, ik denk dat dit trouwens een andere soort roze is. Ik denk dat dit uh, deze kleur is. We moeten even gaan testen door hem even te plaatsen. En dan zien we het vanzelf. Klopt dat met de kleuren? Ik ja. Dat klopt. Goed. En dan laat ik dit mooi aangrenzen met dit. En dan komt het allemaal goed. Dan pakken we gewoon een rechtstukje. Die zal er ook wel ongetwijfeld bij staan. Hier de vol. En uh, even kijken hoor. Je hebt ook deze. Je hebt, heb je ook een met zo'n middenstuk? Volgens mij staat die ergens hierbij. Het is altijd even zoeken waar die hekjes staan. Maar volgens mij staat bij de. Als je bij de bomen en gebladerte omgeving kijkt. dan zit er al zo'n hekje in, zoals je ziet. Kijk en dan kan je dat gewoon plaatsen. hier zou je nog een half hekje kunnen plaatsen. Uh, die staat er volgens mij ook bij, maar dan moet je weer teruggaan naar de objecten, naar de muurtjes. Het is een gedoe, maar we komen er wel altijd wel. Geen probleem, keine problem. Zo, dan doen we hier een half hekje. Dit is geen half hekje, je moet een halfje. Uh, dus een kwart tegel, nee klopt ook niet. Half. Uh, deze denk ik, yes. Oké. Okay. Dit gaan we opvullen met pad. Nou, omdat we natuurlijk een, een 2.5 hadden... Uh, is het simpel om dan uiteindelijk zo'n pad te zoeken? Want die moet ook een 2,5 pad worden. Dus Breintje, kom erop Met de 2,5 inner. En die moet dan hier. Uh, de inner moet ik niet, de outer moet ik hebben. Outer, outer, 2,5. Deze. En als het goed is, is heeft hij een mooi cirkeltje. Yes. En dan kunnen we de rest opvullen met. Eerst met normaal pad. Dan weten we in ieder geval uh, waar we het aan kunnen grenzen. Wat voor pad heb ik gebruikt? Gewoon dat pad, ja. En dan sluit dat even aan. Klik, klik, klik. Hier kunnen we opvullen. Zo, en dan kunnen we hier ook een pad plaatsen. Even kijken. Yes, mooi zo. Prima. Kijk, hier kan je het niet doen, want dan gaan mensen door die hekjes inlopen. En dat staat niet mooi. En om dat op te vullen, kunnen we gewoon weer. Uh, de... ja, even kijken hoor. Deze pakken weer. Hoppakee. Dit was alweer de aflevering voor deze keer. Laat vooral een dikke duim achter als je dit een leuke aflevering vond. En ik ga jullie gewoon even een kleine sneak peek geven voor de volgende aflevering. Dat wordt heel cool. Kijk maar even mee. Nou, ziet dat er even cool uit? Ik hoop dat je het leuk vond. Laat vooral een dikke like achter. En tot de volgende keer, waar we gaan verder werken aan de Waterachtbaan. Doei doeg! doeg.